Staat die aan? Anders pak ik deze wel weer hoor, want dit werkt toch niet. Er staat nog een beetje Edgar Koelemeijer hoogte. Jemig. Zo kan ik ook niet lezen. Ik heb het allemaal uitgetypt. Blues on the Road, 1992. Een aantal jongens van een jaar of 14 die een bandje hebben. En die doen het hartstikke leuk. En Frank van Pardo, die belde op van... ik wil wel een keertje met jullie meedoen. En hij belde Ruben Hoeken op. En dat vond Ruben wel leuk, maar heel spannend natuurlijk. Want Frank was toen al een icoon in de jam session wereld hier in de Zaanstreek. Met mondharmonica en zang. Die zat allemaal in bandjes en die had al opnames gemaakt. En deze binken, die waren 14 jaar oud. Dus die stonden echt te kijken van, als je maar nou, weet je wel. Frank van Pardo, die wil met ons meedoen. Nou, zo heeft Ruben eigenlijk altijd contact gehouden met Frank. En op een gegeven moment was de Ruben Hoeke Band op zoek naar een zanger mondharmonica speler. En wie bel je dan? Frank van Pardo. Ja. Ja. En dat klikte aardig. Podiumbeesten als dat ze zijn. Ze gaan altijd voor het live spelen. Frankie, en dat weet ik van mezelf ook. Mensen die zien je dan staan. Oh, je bent eigenlijk wel een rustige jongen. Maar op het moment dat je het podium staat... Weet je wel. En zo is het met Frank ook. Frank is ook... Oké, even een blootje sukken, weet je wel. Maar op het moment dat je op het podium staat... Zo gaat dat dan. Er gaat gewoon een knop om. En Ruben heeft dat ook. En podiumbeesten. Dus dat klikte heel goed. Frank die moest de teksten gaan schrijven, want er werden eigen nummers opgenomen. Ze hebben 3 cd's opgenomen en die zijn over de hele wereld goed ontvangen. Ik ga er niet veel meer over vertellen, want ik weet niet of dat ik nou in Rubens zijn tekstboekje zit voor te lezen. Maar in ieder geval een bonte verzameling van muzikanten in de huidige en misschien een wat oudere bezetting van de Ruben Hoeke Band. Veel plezier ermee. Ruben gaat ook nog even wat vertellen. Maar veel plezier met de muziek straks. Jongens, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Hey, voor Frank. Jan heeft het al gezegd. Ik leerde Frank kennen toen ik een jaar of 14, 15 was. Wij speelden in de Koppiebar. Wie kent die nog, de Koppiebar in Assendelft? Wie heeft er nog een rekening openstaan? Ik ook. En Frank die wilde met ons meedoen. En wat Jan ook zei, Frank was toen al eigenlijk een soort Zaanse legende. Hè? Dat is toch waar, of niet? Toch? En wij waren best wel zenuwachtig, want Frank kwam zomaar met ons meespelen. En toen wij rond een uurtje of 10:30 klaar waren met spelen, werden wij opgehaald door onze ouders. Maar Frank zat aan de bar. En die... Het leuke is dat hij de volgende dag belde. Ik zeg, hoe gaat het, Frank? Ja, best. Hij was dus helemaal van de Koppiebar. Jullie weten dat Assendelft het langste dorp van Nederland is, hè? Hij was eerst de verkeerde kant opgelopen. Toen was hij teruggegaan. Toen heeft hij de eerste trein genomen om 6:00 's ochtends. Ja, dat is eigenlijk wel een dingetje van Frank. Ik heb zo'n 20 jaar met Frank gespeeld. Overal nergens. Ik ben bij hem eind oktober, jongens, ben ik bij Frank op... ja, hoe moet je het zeggen, bezoek geweest. Ik mocht van Lia en Ria mocht ik mee. En dat viel niet mee, laat ik het zo zeggen. Ik had mijn gitaar meegenomen. Het enige wat Frank zei toen zijn zuster en Lia en ik binnenkwamen, is, zei hij, ga maar weg. Hij ligt daar met de gordijnen dicht. Hij doet eigenlijk niks. Een mondharmonica had ik voor meegenomen, maar dat zegt hij ook niks. Muziek zegt hem niks. En op een gegeven moment zei Lia... wil je eventueel nog wat spelen voor Frank? En dat heb ik gedaan. En in die 1,5 minuut, toen ontdooide Frank. Hij ging van een kwade, ja, een soort kwade man, mag ik wel zeggen. Ontdooide zijn gezicht. Hij werd weer de Frank die je kende. En dat was wel een mooi moment eigenlijk. Hij keek ook Ria keek hij ook aan. En toen zag je hem ook kijken van ja, het is allemaal kut, jongens. Maar ja, goed... Toen heb ik de deur dicht gedaan en dat was mijn afscheid van Frank. We gaan nu een paar nummers spelen die ik met Frank heb gemaakt. Laten we daar maar mee beginnen. but I got no place to go. This night is gonna burn on slow. I might as well watch the river flow. I've never felt this slow. This fever burns inside of me. It won't let go. It won't let me be. I wish that someone could set this poor heart free. dance alone. I tell you, without a true love, a house just ain't no home. They tell you all the things, well, if everything you want to do, that you're an easy victim when you're alone and thinking cool. Dirty little women with dirty little minds, messing with my heart, messing with my mind. Well, all you have to do, hey, is make that telephone call. Lucas, hartstikke mooi. Jongens, Lucas Pruim op zang. Oma Mike op de basgitaar. Erik Hoeken, mijn broer op drums. En we hebben een speciale gast. Hans Mulder, jullie hebben hem al eerder gezien van CC Rider. Geef hem een applaus, Hans. Denken jullie dat Frank dit kan horen als hij nou eens even heel hard juichen? 1, 2, 1. Ah, dat hoort hij niet. Harder! Ik weet het niet. Ja. my skin, crawling all around. And so I just run for safety, and I disappear through my glory. It ain't nobody's business what I do. I guess some things will never change. So I just run for safety, yeah. I disappear through my back door. Oh, this is what I'm gonna do, baby. Oh, yeah, soul upside down. Hey! Now you're the sands under my skin, crawling all around. Oh yeah! And so I just run for safety, yeah. I disappear through my back door. Oh! What I'm gonna do, baby? She's a woman, yeah, got my soul upside down. Now you're the sense under my skin, crawling all around. Oh yeah, and so I just run for safety, yeah. I disappear through my back door. And so I just run for safety, yeah. I disappear through my back door. We hebben nog een gast. Hey Gerben, daar zit hij. Gerben is een van mijn beste matties, mag ik wel stellen. Een jaartje of 30. We zijn nog een tijdje in Amerika geweest. Hij kan heel erg goed spelen, maar hij speelt nooit meer. Dus ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Jongens, Gerben en Davis op toetsen. Jeffrey! Nou ja, jongens. Natuurlijk. En op gitaar hebben wij natuurlijk niemand minder dan Jeffrey de Weert. Kom op, laat je horen! Oh, Jeffrey! Wij laten bloed aan de paal! So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you ever roll. Oh yeah, yeah. Get together, let the good times roll. Oh yeah. Don't sit there mocking, talking trash. You wanna have a bottle, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you ever roll. wel! Wat een geweld met de Ruben Hoeke Band. Ik wil nog één dingetje kwijt. Nu hij toch op het podium staat, want dat schoot mij te binnen toen ik daar langs de zijlijn stond te kijken. Het is een jaar of 2, 3 geleden dat Ruben in zijn kamertje stond te kijken. Vandaag, ik heb zoveel gitaren, misschien moet ik eens een gitaartje weg gaan geven. Dus hij heeft hier en daar een gitaartje weggegeven. En dat is ontaard in een weggeefactie. Ongelooflijk. Hij heeft een aantal muziekhandels bereid gevonden om mee te doen, om gitaren weg te geven, akoestische, elektrische gitaren, met een versterkertje bij, met plektrums, met snoertjes. En inmiddels zijn er meer dan 400 gitaren weggegeven. Dankzij Ruben. Allemaal kindjes die het zich eigenlijk niet kunnen verantwoorden, die geen krantenwijkje hebben, maar wel nu gitaar leren spelen, dankzij Ruben. Met online gitaarlessen, dankzij Ruben. Kom op nou! Kom op nou! Wat moet ik nog zeggen van je mooie woorden, Jan? Ik ben helemaal ontroerd. Jongens, dat was het voor ons. Volgens mij komt er nu een jam-sessie. Ik zie jou ook helemaal achterin. Volgens mij krijg je nog geld van mij. Jongens, veel plezier in ieder geval en bedankt. En tof dat jullie er zijn voor Frank. Ruben Hoeke, dankjewel. Oké, we gaan jammen. Er is vast nog wel iemand die een mondharmonicaatje in zijn zak heeft. Of denkt dat hij over de stembanden beschikt. Of toevallig een gitaar op zijn rug heeft. Of drumstokjes in zijn kontzak. Wat jij wil, jij mag gaan zingen als je dat wil. Je mag wat zeggen ook. Je mag een mop vertellen. Maakt mij niet uit. Mag je meezingen? Mag je meezingen? Ja, mag meezingen van mij. Mag je meezingen? Wat zing je nu? Ik ben een beetje begeleid. Ja, 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 ja.